Hi, het is vandaag donderdag en dat is onze vaste repetitiedag. De show is over 2 weken en 1 dag, dus we moeten lekker hard aan het werk. En daarom zijn we hier. Oh, ik ben trouwens Jasmine. Ik ben de speelster van de theatershow PTSS Positief Toekomst Startersyndroom. En dit is Caroline Peerwijk. Hi, ik hou niet van camera's. Wanneer vind je het meest? 16 oktober is onze voorstelling PTSS in Theater Zuidplein. Er heerst een schaamte, er heerst een stigma bij mental health issues. En eigenlijk zijn we gewoon allemaal mensen. En bij mensen komt dat wel vaker voor. Dus hoe kan het eigenlijk dat mensen niet ergens over durven te praten, wat eigenlijk best wel menselijk kan zijn? Ik denk zelf dat te weinig mensen hulp zoeken op het moment dat ze psychische klachten hebben. Vaak wordt er gezegd van, als je zegt van, hey, ik ga naar een psycholoog, van, oh, ben je gek? Mm-hmm. En iemand is niet gek. Iemand probeert juist zichzelf te helpen. En dat zou juist als positief ervaren moeten worden. We merken ook dat er heel veel mensen zijn die niet weten hoe ze eigenlijk ermee om moeten gaan op het moment dat iemand zegt van, hey, ik zit er doorheen. Mm-hmm. Dus ja, daar is deze voorstelling denk ik heel geschikt voor. Zodat je gewoon een keertje in het hoofd kan kijken van iemand die PTSS heeft gehad. En hoe je ook een persoon zou kunnen helpen. Wat vond je ervan? Indrukwekkend. Zeker indrukwekkend. Zeker het onderwerp dat ze aankaart. Maar ook dat ze ergens laat zien dat iedereen hetzelfde is. En dat iedereen toch kan dealen met de symptomen zonder dat ze eigenlijk doorhebben dat ze het syndroom hebben. Bij deze willen we jullie dus uitnodigen om op 16 oktober naar Positief Toekomst Startersyndroom te komen kijken. En we spelen hem 2 keer, niet 1 keer, maar 2 keer. Dus er zijn 2 mogelijkheden, 2 opties. Dus dan moet je er denk ik iets makkelijker bij kunnen zijn. Be there. Or be vierkantje.